Geniet jij hier nou van, Jan? Dat het zo teringzooi is daar? Nou, dat is zo erg had ik van mijn leven niet verwacht. Nee, hè? Dat elke twee, drie dagen gebeurt er wat. Ja. Ja, en nu de dominee die cruise helemaal afmaakte. Oh, ja, van Praag, ja. Die heeft zelf ook een beetje aandeel. Ja, administratief fout. Dus ja, dat is dan moet je je smikkel houden. Dan moet je niks zeggen over iemand anders. Mm. Want hij doet hetzelfde. Maar wie maakt nu de beslissingen, vraag ik me af. Ja, er zit nog een raad van commissarissen natuurlijk. En Michael is dat ook zelf nog behoorlijk. Maar zit daar Louis ook bij? Ja, die is op afstand in Portugal, belt hij in. Hallo, hier Louis. Ja. Nee, maar goed, ik bedoel, leedvermaak is niet altijd het leukste vermaak. Maar in dit geval kun je er wel een beetje om lachen, wat er allemaal gebeurt. Dus. Nou, als je puur als supporter van Feyenoord, daar vind ik, kan ik niet zeggen dat hij zit te janken. Nee. Dus, maar het is als je wel puur over het voetbal spreekt... Je kan ze niet meer haten, hè, nu. Nee, maar weet je wat ergens is, Hugo? Gisteren zei Arne zei dat, hè? Ja, meelijden. Maar als je meelijden krijgt, dan is het ergste van een sportman. Dat vind ik altijd. Dan, ja, zeg, hey, dan ging het over de trainer. Ja, als je meelijden dikt, dan word je gestoord. Ja. Want dan zeg je, het was zelden, vroeger had... Maar dat is er al. De scheidsrechter van dienst, Makkely, had een vorm van medelijden. Die dacht, dit wordt wel erg. Ik laat die pingels lopen. Ja. Ik zweer het je. Ja, maar het is geen goed gevoel. Ik vind wel een hele goede scheidsrechter, trouwens. Ik ook. Ja, dat mag er ook gezegd worden. Goeie scheidsrechter. Hij moet er twee keer op de stip leggen, man. Het is gewoon een goede scheidsrechter, die begrijpt het. Ik vind dit ook een hele mooie tafel, Nick. Vind je dit ook niet een hele mooie tafel? Ik vind echt een hele mooie tafel. Jij bent ook heel goed. Ja, ik ben ook heel goed. Jij bent zo ook heel goed. Dat heb ik vanochtend gelezen. En die man met die bril is ook een hele leuke man achter jou. Hij moet twee pinantjes geven. Wie? En Bas? Oh, Bas. Ja, Bas was ook met die kaart weer.